Om leraar te zijn. Met die vraag begonnen Tim den Beste en Nicolaas Vil het televisie-experiment 100 dagen voor de klas. Met nog 2 afleveringen te gaan is het tijd om de balans op te maken. Eén ding is inmiddels wel duidelijk. Leraar zijn is niet makkelijk. Ik vind het niet leuk wat jij doet. Jij moet altijd doorgaan. Leerlingen willen graag elke keer op de voorgrond. Er is elke keer groepsgedrag op de apenrots. Ga maar eruit. Ik word gebeld en dan moet ik eruit. Ja. Ik kan gewoon meedoen, maar ik ben beter. Nee, maar je kan helemaal niet meedoen. Dus je gaat gewoon nu even de gang op. Ik word gebeld en ik zet het ding uit. En dan gaat u mij eruit zien. Niks. Jongens. Nou, een hele prettige dag. Pak je lekker je leesboekje. Hey, opdracht. Jongens, ik wil dat het stil is. En we spreken. Bedankt voor alle briefje. Ja, Tim en Nicolaas, tussen augustus en kerst afgelopen jaar hebben jullie dit programma opgenomen, 100 dagen voor de klas. Gaat het alweer een beetje? Ja, 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 dit was echt het dieptepunt. Oh. Nou, dit was de les, dit was mijn ergste les. Toen ging ik gewoon nat. Ik ging helemaal onderuit. Ik had me heel goed voorbereid. Maar het is gewoon heel spannend. Ja. Je bent zenuwachtig en we draaiden al een tijdje mee. En ik ging best wel lekker. En op een gegeven moment had ik een klas en ze luisterden niet. Er kwam op een gegeven moment een vis. Haalden ze een goudvis uit een plastic zakje. Haalden ze, kijk, deze is voor me, voor u. En zeg maar, aan alle kanten werd ik getest. En toen verloor ik het helemaal. Mag ik heel even zeggen dat ik vond dat jullie nogal naïef erin stapten? Namelijk, leuk, we gaan voor de klas staan. Dat doen we wel even. Nou, bedankt. En toen, toch had je dat zelf niet achteraf? Achteraf wel, maar toen niet. Tot je de momenten voor de klas kreeg en dacht, nou, ja. Hoe vond je het? Nee, ja, ik heb er gewoon veel te simpel over gedacht. Ja. Ik dacht gewoon van, nou, ik kan wel een praatje houden over die klas. Ik kan wel een leuk, gezellig sfeertje maken. Dus ik kan wel leraar zijn, zoiets. Maar ja, er komt zoveel meer bij. Ja, je hebt gewoon. Ik had gewoon een heel groot bord voor mijn kop. Ik had servies voor mijn kop. Ja. Jullie krijgen veel advies, hè, van andere docenten in deze serie. En jullie komen er al vrij snel achter dat de macho-cultuur heel belangrijk is. Of de psyche van de macho. En dan gaat het vooral over de macho die in de klas zit. Ja. Wat betekent dat? Nou, het is eigenlijk, daar kom je snel achter, is een soort apenrots. En je bent als leraar, ben jij de leerling aan je roedel en jij bent de leider. Je moet zorgen dat ze in je het gereel blijven. En één coach zegt ook, ja, jij knipt in je vingers en zij gaan kwijlen. Maar ja, dat betekent dus dat jij voor die klas moet staan en ook die autoriteit moet hebben. Mm-hmm. En die in jezelf moet je dat ergens vinden. Om echt die leider te zijn. En wat de klas doet, en dat, ja, daar denk je allemaal wel een beetje over na, want je zat natuurlijk vroeger aan de andere kant. Maar de klas is heet het jou aan het prikken. Eigenlijk wil ze jou aan het wankelen krijgen. Wat jullie een beetje tegenviel, dat ze jullie wilden laten wankelen. Je dacht, als ik een leuke leraar ben, dan willen ze toch gewoon leuk met mij zijn? Ja, ja. Maar ik herken het wel echt van vroeger. Je probeert gewoon, een les duurt 50 minuten en je probeert er gewoon stukjes van af te snoepen. Door naar de wc te gaan, door weet ik veel. Als de leraar een grapje maakt, dan extra gaan lachen en dan nog, weet je wel, zodat je zo min mogelijk les krijgt. Dat is toch het doel als leerling, toch? In ieder geval. Dat was mijn doel. Dus jij dacht, die pak ik ook wel even. Want die herkennen zich in mij. Ja. Die gaan wel met mij mee. Ja, dat dacht ik wel een beetje. Maar ja, dat was het. Wat Sofie net zegt, is, jij zegt op een gegeven moment tegen een van jouw begeleiders, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik die aap op de rots wil zijn. Nee, ja, dat ben ik helemaal niet. Ik had sowieso veel meer zin om lekker achter in de klas te zitten naast andere leerlingen. In plaats van voor dat bord te staan en te zeggen wat zij moeten doen. Dat is iets waar ik achter kwam. Maar nu stond je opeens voor die klas. Ja. Ja. En jij gaandeweg aanvankelijk BMG daar vol enthousiasme aan. Je wil een beetje buddies worden met die leerlingen. En die vinden dat eigenlijk wel leuk. Maar na een paar weken begint dat helemaal vast te lopen. Omdat die kinderen denken, we hebben er een extra kind bij. Nee, ja, ze zeggen, leraren zeggen, voor de kerstvakantie moeten ze je haten, de leerlingen. En na de kerstvakantie mogen ze van je houden. En ik ben begonnen als een soort clowntje. Die deed ook wel echt goed. Nou ja, maar dat is wel, ik ben wel een beetje zo begonnen, hé jongens. Ja. En jullie hadden maar tot de kerst. Ja. 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 Nou, lekker dan. Maar het is ook, weet je, het is best wel onveilig. Want je staat voor die klas. En ik was echt best wel zenuwachtig. Want pikken ze me. En je hebt je les goed voorbereid. Maar je geeft eigenlijk een presentatie aan een publiek waarvan je niet weet of ze op je zitten te wachten. Ja. En ze gaan je nog aan het wankelen brengen. Dus het is best wel zenuwachtig. En je wordt best wel
Ja, je bent best wel, je wordt teruggeworpen op je soort, op je instincten. En Tim wil dan eigenlijk leuk doen. En ik werd heel streng, maar veel te streng. Maar dat is een beetje, dat is omdat het zo spannend is. Dus het is niet dat je zo, ik ga lollig doen. Maar het is gewoon, als beginnende leraar ben je gewoon de hele tijd peentjes aan het zweten. Maar het is gewoon alsof je voor, alsof je gewoon voor een hele grote spiegel staat. Je ziet de hele tijd, je leert jezelf gewoon op zoveel manieren kennen. Ja. Een soort relatie. Het is heerlijk om in dit programma met jullie mee te gaan. En ik vroeg me af, hebben jullie de neiging om te slaan moeten onderdrukken, eerlijk zeggen? Slaan? Wauw. Mag ik dat niet vragen? Jawel. De tafel, toch? Ik wou liever gewoon huilen. Ja, op de tafel. Zet je koptelefoon af. Dan denk je toch op een gegeven moment, dan zit ik je koptelefoon af. Nee, ja, het is, ja, je voelt soms wel, je voelt het soms gewoon wel echt in je lichaam. De frustratie, de woede ook echt. Soms is het heel moeilijk om het. Het is natuurlijk in principe niet persoonlijk. Je bent daar in een soort functie. Maar je kan het toch niet helemaal meer van elkaar scheiden op een gegeven moment. Tania, jij hebt een dochter van 17. Ja, groot fan van het programma. Je hebt met haar gekeken. Nou, het is, we kijken allemaal met het hele gezin. En het is zo ontzettend leuk programma. En want jullie zijn zulke eerlijke mensen. En ook leuk om naar te kijken. Maar je ziet die worsteling van binnen. En je ziet hoe die kinderen die denken, ja, er zitten ook camera's bij. Nou, dan gaan we ook extra zo. En de frustratie. Het is maar realiseerde jouw dochter, want jullie hebben veel advies dus van die leraren gekregen. Die zeggen zelf ook, hè, de meest stoere leraren die echt wel macho kunnen zijn in de klas. Die zeggen, maar ik ben de meest zenuwachtige van allemaal. Alleen zie je het niet meer aan hun. Ja. Hoe was dat voor jouw dochter om te zien? Nou, het is gewoon uitproberen. En dat is dan heel grappig om te zien dat het eigenlijk maakt niet uit wat voor niveau het is. Van het VMBO tot het gymnasium. Die kids die proberen het allemaal wel uit. En om ook de perspectief van de docent dan te horen. Hè? Van die begeleider, de docent. Dat is ook mooi om te zien voor een leerling. Van, oh ja, zo denken zij ook over ons. Mm. Ja. En dat is ook zo. Jouw begeleider, Nicolaas, confronteert jou op een gegeven moment. En die zegt, ja, maar die kinderen accepteren jouw gezag helemaal niet. Ja. En dan straal jij in alles uit. Ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Dat voel ik ook zo. Nou, kijk, het is, als je dan, dat was, ging over die les dat ik het helemaal verloor. En eigenlijk is de regel dat als je die leider bent, een leider laat zich niet te heftig emotioneren. Dus die mag niet eigenlijk zijn primaire emoties laten zien. Wordt de leider heel boos? Wordt hij heel verdrietig? Of heel hopeloos? Zwak. Ja, of huilen. Ja, dan is de leider eigenlijk, dan valt hij van die rots. En dan zien die kinderen, het is niet veilig bij jou. Ik kan jou niet vertrouwen. En dat is eigenlijk het spel dat eronder ligt. Het lijkt soms een strijd, maar eigenlijk zijn ze aan het zoeken, ben jij wel een goede leraar voor mij? En kan ik jou wel vertrouwen? Ja. En dat ging toen mis, want ik werd hopeloos, ik werd te boos. Ja. En dan zie je ze gewoon. Ja, als kijker denk je, dit komt helemaal nooit meer goed. Maar gelukkig hebben we ook beelden, want jullie zijn er 100 dagen geweest. Ja. En jawel, er zit ontwikkeling in. Jullie komen steeds dichter bij de leerlingen toe. En die worden ook wat menselijker, hè? Ja. Bedankt voor alles. Ik vond het superleuk dat je mijn berichtje stuurde. Thanks. Het raakte mij ook heel erg. Ah, Twan! Je bent erbij! Een beetje vader verloren. Ja, het was niet alleen mijn vader, het was mijn beste vriend. Dat heeft me gewoon wel geraakt. Ja. Dus ook bedankt daarvoor. Je was echt, ik ben onder de indruk. Ja? Ja! Wat leuk. Het voelde echt alsof u een echte docent bent en u er jaren voor heeft gestudeerd. Nou, ik vond meneer Den Beste leuk. Hij kan goede uitleg geven. Wow, wat superleuk! Is dit helemaal voor mij? Ja. Echt? Ja. Zo lief. Ja. Wauw. Ja, Tim. Wat ik interessant vond was de worsteling die ik bij jullie zag, maar sommige andere docenten, over het fenomeen knuffelen. Kan ik een arm om een leerling heen slaan of niet? Een meisje bij jou doet een bekentenis van dat ze uit de kast is gekomen. Meisje is een hartstikke jong, 12, 13 jaar. Ja. En ik zie jou daar ook mee worstelen en zeg je op een gegeven moment, nou, ik geef je een hand. Dat is zo dom. Nou ja, niet zo dom. Maar, het is zo worsteling. Kijk, als ik niet een leraar is ook, je speelt een rol. En vooral in het begin, als die rol, je moet van alles nog leren. Dus je hebt dat masker op. Je wilt die autoriteit hebben, je wilt niet te veel. Je ook niet te veel in die autonomie van dat kind komen. Of te hecht. Want als je weer te hecht met iemand bent, geef je meer voorkeursrol. Je moet op heel veel letten. Dus nu kwam het kind echt met een heel kwetsbaar verhaal. En ik dacht, nou, ik ga goed naar je luisteren. En ik luister naar je en ik ben er voor je. En toen was ze
En normaal, als ik geen rol had, zou ik zeggen, kom hier, ik geef je een lekkere knuffel. Maar nu dacht ik, geef een leraar knuffels. Ja. Ik heb nog nooit een knuffel van mijn leraar gekregen. Dus toen zag ik geef je een hand. Het was gewoon, ja, als ik nu denk, ik kreeg ook heel veel berichtjes. Mensen, geef dat kind een knuffel. Maar was dit wel ook het moment waarop jullie dachten, jullie hadden het eerst natuurlijk echt super zwaar uitgetest, et cetera. Dan komen die jongeren dichterbij. Denk je dan ineens, wat een fantastische plek eigenlijk. Of Als leraar? Ja. Een fantastische plek. Nee, ja, die school was een heel leuke, bijzondere school. En heel veel leuke leerlingen. Leuke collega's ook. Maar een fantastische plek voor mij niet per se. Nee. Ik had het daar heel lastig mee. Maar ik denk, het doel van deze serie was, hoe is het nou echt om voor de klas te staan? En wij zijn gewoon in het diepe gesprongen. En wat wij hebben moeten doen in een hele korte tijd, waarvoor echt nieuwe leraren iets langer de tijd hebben. Je moet de leraar in jezelf vinden. Nicolas zei net, je speelt een rol. Maar ik heb ook leraren gesproken die zeggen, nee, ik sta er gewoon als mezelf. Er zijn leraren die zeggen, nee, ik knuffel niet met leerlingen. Maar Carlos, die zit ook in de serie, dat is, die loopt door de school. Die moet de kinderen van zich afslaan. En die zegt, nee, dit hoort erbij. Ja. Dus je moet op zoek naar je inner leraar. Maar je zegt, het is een experiment, maar je begon er vol overgave aan. En je zegt aan het begin vol zelfvertrouwen, ik word of een hele goeie, denk je eigenlijk, of een hele slechte. Ja. Wat is het antwoord, denk je? Dan moet je nog wel echt kijken tot het einde van de serie. Ik schaam me heel erg voor dat fragment. Waarom? Ja, omdat het is nu heel naïef als ik mezelf zo terugzie. Ja. Denk ik, jeetje Tim, moet je altijd weer zo hoog van de toren blazen. Ja, je hebt ook talent. Sorry? Je hebt ook talent. Om hoog van de toren te blazen. Ook. Maar ik ben geen goede leraar. Nee, het ging Nicolas veel natuurlijker af. Zien we jou terug voor de klas, denk je? Nou, misschien ooit. Ik dacht eerst, ik zag alleen maar beren op de weg. Maar uiteindelijk, als je er je gooit er heel veel in. Ja. En op een gegeven moment gaat er aan de andere kant een luikje open. En dan krijg je dingen terug van die leerlingen. Want er is een moment dat jij gezegd hebt, ik ben helemaal leeg, ik ben verdrietig, ik krijg niks terug. Ja. Maar dat heeft zich... Ja, en op een gegeven moment krijg je dit berichtje en dan komt er een meisje uit de kast, omdat je over homoseksualiteit hebt gepraat. En dan gebeurt er iets, dan ben je alleen maar zo... Maar die persoonlijke band die uiteindelijk dan komt, dat is wat iedere leraar zegt. Dat is de reden waarom ze dat werk doen. En op een gegeven moment kregen wij dat ook te zien en te voelen. En dan denk je, dit is het. Er komen nog 2 afleveringen aan. Er zijn er al 4 geweest. Ja. Die zijn terug te kijken op NPO Start. Dat zou ik doen voor komende donderdag. Want dan kunt u gewoon inhaken bij aflevering 5. En dat is om 9:10 op NPO 3. Dank je wel.